De bond bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij blijft in beraad totdat er een overeenkomst is bereikt met de directie over de overbruggingstoelage. De eis van de bond was 5000 SAD per maand voor 3 maanden. De bemiddelingsraad deed echter een voorstel van 2500 SAD gekoppeld aan enkele andere voorwaarden. Bondsvoorzitter Dwayne Cairo zegt dat de leden akkoord gaan met het voorstel van de raad. De bond eist nu een bevestiging dat het voorstel van de bemiddelingsraad zal worden uitgevoerd. We hebben petities aangeboden aan de regering, de president en de DNA-voorzitter. Op een gegeven moment, het enige wat we eisen is dat we een overeenkomst kunnen tekenen waarbij aangegeven wordt dat we deze maand de overbruggingstoelage nog krijgen. En de overige maanden waarop we dat moeten krijgen. Dat is zodat de mensen weer aan het werk kunnen gaan. De bevestiging dat van de bemiddelingsraad uitgevoerd gaat worden. Wat we nu hebben besloten te doen, we gaan niet meer zitten in het gebouw van C47. Omdat dan we niet gezien worden. Ja, toch? Gisteren we zijn donderdag gestart, we waren hier, we waren naar de president. Vrijdag waren we weer hier. Gisteren waren we op Wiekaplein. Dus zo gaan we proberen de aandacht te treffen van de leiding dat we de toelage nodig hebben. De bond heeft de vorige week de acties hervat. Cairo geeft aan dat het mogelijk is dat de kwaliteit van de watervoorziening in gevaar komt. De werknemers die belast zijn met het waterzuiveringsproces zijn namelijk ook in beraad. Elke medewerker die op een station werkt een voethandelingskeuring moet hebben. Ja, toch? Je gaat om met water die mensen gaan drinken. Je moet gekeurd zijn, je moet verzekerd zijn dat je het gezond drinkwater kan leveren. Maar dat is op dit moment niet aan de gang. Ook aan de onduidelijkheid over welke de rechtmatige bond is bij de SWM komt binnenkort een eind. Cairo zegt dat er vrijdag bestuursverkiezingen worden gehouden.